Hier gaan we het hebben over het geldcel, het aanslaan en het verstellen. Hier zet je hem vast. Haal je er doorheen met een harpje. Deze zet je in het profiel van het cel, van de mast. En je hijst hem door middel van deze valk. Tijdens het hijsen van het cel gaat de ene bemanning begeleidt het cel. En de andere bemanning die hijst het cel. Voordat je het laatste stukje hijst, pakt de bemanning de giek, zodat deze met veel wind niet door je de boot heen slaat. Nu merk je dat het geldcel heel strak staat en dat het ijzerdraadje eigenlijk niet uit de mast komt. Nu zorg je dat je je neerhouder losgooit en je grootschoot. En de bemanning die duwt het iets omhoog. Dit maakt het hijsen een stuk makkelijker. Dit is de klapspanner. Hiermee trek je de val uit de mast. En hiermee zorg je dat het oog vast zit op het haakje. En op het laatst duw je de klapspanner door. Hier kan je het verstellen. Hier heb je een pennetje. Als je deze hoger zet, gaat hij strakker. En lager gaat hij losser. Lager doe je vaak met weinig wind, strakker met meer wind. Heb je het staaldraad op de haak zitten, klap je de klapspanner om.